De zonnepanelen. Voor, uh, voor veel mensen een hele goede investering. Ik bedoel, als je toch nog wat centjes over hebt en je wil ook wat doen aan het milieu. En misschien ook nog een beetje die energierekening terugdringen. Zonnepanelen zou een hele goede oplossing zijn, aflipsen. Absoluut. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Nee, Upflipsen. volledig. Eens Arnoud is, uh, je weet op spaargeld, krijg je geen rente. Daar gaan we nee. straks nog even over hebben. Uh, dus dan kan je beter op een uh, goede manier investeren. En ik vind zonnepanelen een prima investering. Klaar. Ja, het is goed en, voor het milieu, weet je wel. Energierekening. Absoluut. En je, je verhoogt de waarde van je huis er ook een ja, beetje mee. Zeker weten. En de terugverdientijd is, uh, is natuurlijk met de hoge gasprijs alleen maar uh, korter geworden. Ja. En de panelen zijn beter geworden. Wanneer, wanneer heb je het een beetje terugverdiend eigenlijk? Uh, wat ik begrijp is dat je nu al... Een jaar of vier het al terugverdiend kan hebben. Precies. het hangt precies. ook een beetje vanaf hoeveel delen ja. je hebt. Ja, het is een beetje afhankelijk en hoe ze liggen en hoeveel capaciteit. Oké, okay, maar gemiddeld een jaartje of vier. En ja, dan, uh... vier, maximaal vijf. Ja. Dat, is, dat was echt wel zes, zeven, acht jaar. Ja, precies. Ja. Ja. Maar uh, goed, de EU-lidstaten hebben iets afgeschaft, namelijk de BTW op, uh, op investeringen, uh, van duurzame investeringen. Ja, de EU heeft het mogelijk gemaakt dat de lidstaten uh, met een nultarief komen. En daar eh, is Nederland nu onderzoek naar aan het doen. En het kabinet heeft het voornemen om per januari volgend jaar ook de BTW af te schaffen. Op, voornemen, op, op, hoor ik je. Voornemen, ja. De EU zegt formeel dat het is op uh, particuliere woningen en openbare gebouwen uh, die uh, tot algemeen nut zijn. Nederland gaat alleen maar uh, zich concentreren op de particuliere woningen. Maar goed, dat is natuurlijk voor de meeste mensen wel belangrijk. Maar waarom doen ze dat? Nou ja, op het moment dat je die... Uh, wat bedoel je, de EU? Dat, dat, dat ze alleen maar de particuliere woningen... Ja, de EU dat doet is... Meer, Nee, nou ja, kijk, de lidstaten zijn daar vrij in, snap je? Oh ja. En Nederland is natuurlijk altijd weer. wijkt altijd iets af. Ja. ja. We zijn, we zijn er toch een volk niet van. te interessant. Een beetje zunig, hè? Dus <laughs> laten we maar voorlopig de partieren... En dan is het voornemen, hè? Ja. En dat moet ook budgetair mogelijk zijn. En dan gaan ze het een, een jaar gaan ze het uittesten. Maar goed. Eén ding, uh, het wordt nu eigenlijk door iedereen de hemel in geprezen. Uh, Vereniging Eigen Huis, uh, Consumentenbond. Ik las vanmorgen een tweet van Rob Jetten, die zegt... fantastisch dat het nu mogelijk gemaakt wordt... dat mensen sneller uh, uh, zonnepanelen kunnen aanschaffen voor lager tarief. Dat is natuurlijk niet helemaal waar. Hè? Ik noem dat altijd halve waarheden. Want eerlijk, laat eerlijk zijn... iedereen die zonnepanelen heeft aangelegd... en die het een beetje slim heeft aangepakt... weet dat hij de BTW heeft teruggekregen. Ja. Ja. Want je bent even voor... Het moment dat je die zonnepanelen koopt, ben je een klein ondernemer. Ja, de kortregelingen. Ik ook... klopt ja, precies. Je levert als het ware terug aan het net. Dan ben je een ondernemer. Dus dan zie je veel van die bedrijven die die zonnepanelen installeren, die doen voor jou dan, als je het niet zelf kan of wil, doen ze voor jou die BTW terughalen. Dan ben je dus in een kort moment ondernemer. De btw komt terug, klaar. Dus. Er is maar geen verschil of je dat nu terughaalt via de btw... of dat je volgend jaar geen btw betaalt. Het is minder abestieve romslomp, dat is helder. <tus> veel mensen vergeten het ook, vinden het te ingewikkeld... om dat, uh, die btw terug te vragen. Plus daarbij bij die kleine ondernemersregeling... die coregeling core waar je veel gebruik van maakt... moet je wel eventjes de keer daarna aangeven... dat je geen btw meer verrekt. Klopt Anders dus krijg je Klopt boete. Dat gebeurt ook bij veel mensen. Dus op. je moet even goed opletten. Ja. Dus Het is minder abestieve romslomp, dat vind ik het voordeel. <tus> maar nu... Uh, doen alsof dit uh, het ei van Columbus is, dat vind ik te ver gaan. Een beetje sigaar uit eigen doos. Het een sigaar uit eigen doos. Uh, het maakt niet zoveel uit. Uh, de tarief blijft gelijk. En als ik dan gewoon heel nuchter redeneer, en ik ben altijd, altijd een beetje kriegelig als iedereen roept dat dit zo'n fantastische regeling is. Terwijl ik dan de regeling bestudeer, zeg ja, luister eens, heel simpel, er verandert niets. Want mensen krijgen het nu ook al terug dat de groep het niet doet, is een ander verhaal. Minder adversieve romsom geloof ik ook wel. Maar het. Het probleem is er een beetje in het verhaal dat als je nu wacht, en dat is mijn visie, althans, als je nu wacht, we hebben het vorige week gehad over die grondstoffen, uh, die stijging van die grondstoffenprijzen. Onderdelen worden steeds moeilijk leverbaar. Ik hoor al van zonnepanelen leveranciers zeggen, ja, de wachttijd wordt steeds langer. Moet je dan nog ruim een half jaar wachten, ja, om dan. Pas die keuze gaan maken. Nou ja, de kans is groot. En ze worden alleen maar duurder. Ik, ik wil zeggen, de kans is groot dat er per 1 januari die zonnepanelen 30% duurder zijn. En Absoluut. je gaat 21% terug. Dat denk ik ook. Dan heb je dus niks verdiend. Nee. Nee. Dan kan je dus beter zeggen: schaf die dingen nu aan. Ja, je weet even opletten. De BTW kan je terughalen. Veel bedrijven leveren dat aan. En ik, wat ik ook vermoed, is dat al die zonnepanelen, eigenaar, of bedrijven, die gaan er waarschijnlijk gebruik van maken. Ik zeg, kijk, veel goedkoper aan ja. dit en dat. Ja. Prijzen kunnen ze op die manier extra verhogen. Dus ik denk dat het een. Uh, ja. en, je gaat uit je eigen doos. Dat zit is... nergens een regeling dat je met terugwerkende kracht misschien dat nog kan regelen. <laughs> nou ja, je hebt het al teruggekregen natuurlijk. Ja, ja. ja. ik vind het veel beter dat ze dat, dat, dat afschrijven. Prima, moet je ook doen. Nee? Dat, is, ja. dat is een ja. heel goed initiatief. Maar ga dan niet verkopen of, of het zo geweldig is. En, ja, ik denk dat je als kabinet veel beter kan constateren en een belofte doen naar iedereen, dat die saldering blijft, hè? dat je terug kan leveren ja. aan de energiebedrijven. Dat zal veel meer mensen stimuleren om te zeggen, nou, dan leg ik een paar extra panelen op, maar ik kan terugleveren. Ja, ja, dat ja, is een veel betere regeling. Dan moet het Rijk nog eventjes gaan investeren, heren hè? Ja, en ze moeten volgens mij nog wat investeren. Ja, dus ja. Ze maken nog wat foutjes en ze moeten heel veel geld terugbetalen, enzovoort, enzovoort. Volgens mij hebben de afgelopen jaren nog nooit zoveel mensen zoveel geld bij elkaar gespaard. Klopt dat, uh, Rob? Ja, wij sparen gewoon door. Ja, maar we krijgen er niks voor terug? Nee, al, al heel wat jaren niet. Eigenlijk de laatste, nou, vanaf 2019, denk ik, is de rente echt structureel gaan dalen. Ja, en de laatste jaren zitten we gewoon op nul of zelfs negatief. Hè? Als je ja. heel veel geld hebt, dat je afhankelijk in welk land je woont, maar als je heel veel geld hebt, dan moet je zelfs bijbetalen. En een rente van 0,000 is voor mij nul. Dus de spaarrente is nul. Uh, en ja, ik heb dat natuurlijk al een paar keer uh, genoemd in de uitzending. Vorige week ook nog eventjes even aangestipt. Hè, dat we de inflatie loopt op, rente loopt op. En ik kreeg ook wat vragen uh, van mensen. Van ja, maar wanneer gaat die spaarrente dan mee? Logische vraag. Want ja. alle rentes gaan omhoog, hè? De alle rentes gaan gaat als een raket. Als een raket, klopt precies. Hè. Behalve? De, behalve de spaarrente. Kijk, en de, de hypotheekrente is, is uh, in 21 jaar nog nooit zo snel gestegen. Hè? Dus dat gaat echt heel snel. En nog steeds laten we even nuchter blijven. Snel, de, 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 de gemiddelde tienjaarsrente is van 1,4 naar 2,8, 2,9 gegaan. Dat is een verdubbeling. Dat is nog steeds goedkoop. Want tien jaar geleden was de rente tien jaar, lang, tien jaar rente Dat was gemiddeld 5,5%. Ja, ja. Dus we hebben nog steeds goedkope rente. Maar alle hypotheekadviseurs en specialisten verwachten... en dat verwacht ik zelf ook al... dat die rente door, doorstijgt. Dus het zou me niet verbazen als we eind van het jaar... misschien die 5 of 5,5% wel halen. Dus ja, maar, maar, maar meen je dat? <coughs> gaan we die richting echt heen? Ja, ik denk het wel. Ja, ik denk dat die rente kan opgaan. Die kant opgaan. Zo. Dat ja. is bizar. Hoog. Dat is, fors, hoor. Dat is ja. bizar. Ja. Als, je, als je het dan nu nog niet geregeld hebt, dan moet je echt Maar snel zijn. Een vet probleem. Ja, ja zeker. Goed, uh, en ik las van de week ook wel grappig, week een, een tweet van Pieter Omtzigt. die ook die vraag stelt aan de bank. En die zegt heel simpel, uh, in zijn tweet: uh, de rente is nu bijna gestegen naar 3%. En begin 2016 hadden we dezelfde hypotheekrente, zegt hij. En toen was de spaarrente 0,6%. Ook nog steeds heel laag. Maar hij vraagt eigenlijk de banken in zijn tweet van banken, waarom verhogen jullie de spaarrente niet? Zeg, voor mezelf, is, ik heb erop gereageerd trouwens, een vrij stevige tweet, euh, waarin ik aangeef of een soort verkondiging doe, er komt een nieuwe spaarrekening en die spaarrekening die gaat rente geven. Alleen is het een additional gas. Dat wil ik even zo toelichten. Um, maar even terug, waarom de banken de rente niet verhogen, zijn een aantal redenen, denk ik. Um, er is al te veel spaargeld, dat is het probleem. We hebben te veel geld, überhaupt te veel geld, te veel spaargeld. Dus op het moment dat de banken dan de rente gaan verhogen, gaan we nog harder sparen, nog meer sparen. Ja, dat is dus niet helemaal, uh, dat is niet helemaal uh, handig, denk ik, vanuit de banken geïndeneerd althans, en vanuit de overheid geïndeneerd. Men is bang als de, rente gaat, de spaarrente omhoog gaat, dat er een soort stimulans is om de rente nog verder... Te laten oplopen. Je hebt een soort, soort bijeffect. En wat men dus niet wil, is dat die rente nog verder omhoog gaat. Maar dat gaat wel gebeuren op het moment dat je dat spaar gaat stimuleren. door rente te gaan vergoeden. En daar zit, denk ik, nog iets anders achter. Daar kom ik zo nog even op terug. Dus ik ga ervan uit: de rente gaat niet omhoog. En wat er wel gaat gebeuren, dat is mijn inschatting... Kijk, we hebben de Centrale Bank, de Europese Centrale Bank... en die geeft eigenlijk twee soorten geld uit. Dat weet je, dat zijn gewoon ons, onze bankrekening... waar we betaling mee doen. Dat is allemaal digitaal, via computer, via telefoon, bankpasje. En we hebben contant geld. Maar de Europese Centrale Bank en überhaupt Centrale Bank in de wereld... zijn bezig met het, uh, met het uh, onderzoeken naar een digitale vorm van... in dit geval de digitale euro. Ja, er wordt al jaren onderzoek naar gedaan... En de ECB is al vrij ver met het uitrollen daarvan. Hè. Men is al aan het onderzoeken van hoe kunnen we nou die digitale euro als derde vorm die niet Bankrekeningen vervangt of contant geld vervangt. Maar een derde vorm. Hoe kunnen we dat nou toegankelijk maken voor bedrijven en particulieren. En wat er volgens mij aan zit te komen. Maar hoe is dat... moet ik dat zien praktisch? Dat gewoon het is een soort van bankpasje. En daar staat 100 euro op. 100 euro. Je hebt gewoon een rekening met 100 euro. Er Of een thuis. Het zijn digitale euro. Ja, met, met dat verschil, ja. met dat verschil, die digitale euro, kan je dus niet opnemen. Even terug, je hebt een bankrekening. Nee? Je hebt gewoon een bankrekening. Je kan het wel uitgeven. Uh, ik had wel uitgegeven. Alle betalingen kan je ja, doen, is niks aan de hand. De boodschapjes. Maar één ding, als ik dus zou besluiten om mijn geld op te halen. Cash op te halen. Ja. weet ik, Heel veel mensen denken: ja, waarom zou je dat doen? Maar dat maakt niet uit. Nou, ja, nou, stel ik dat ik dat wil. Dus. Ja, ja. Stel dat ik dat wil, dan kan ik dat. Hè? Want ik heb mijn privérekening. Dat kan ik opnemen. Wel lastig. Hè? want je kan me zoveel per week opnemen. Of je moet de bank informeren van tevoren. Ik kan mijn spaarrekening. Hè? Mijn spaarrekening kan ik overhevelen. Mijn geld kan ik overzetten naar mijn privérekening. Kan ik het uit de muur trekken. Hè? Dat, allemaal, ja. dat kan dus niet met die digitale euro. Nee. Die digitale euro is gewoon echt digitaal, dus die kan je niet contant maken. Maar wat men gaat doen, wat ik verwacht is dat er een spaarrekening komt waarin er een, uh, waar je spaart in digitale euro's, een soort crypto, eigenlijk een soort vorm van crypto, ja. maar wel onder controle van de Europese Centrale Bank. Ja. Die spaarrekening gaan ze aanbieden denk ik, met een rente. Dus je hebt dan de keus: ik spaar gewoon normaal. Met 0% rente. En ik spaar via de digitale euro ja, met, een, uh, met, met rente. Met een mooie rente, aantrekkelijke rente. Ja, ja. Nou, ik denk dat dat gaan ze doen. Er is ook gewoon een depositogarantiestelsel komt ervoor. Misschien nog wel uitgebreider dan het normale depositogarantiestelsel. Maar je kan dat niet daarop zetten en dan uh, de, uh, na drie maanden zeggen van ik ga terug boeken naar mijn rekening. Ik denk dat dat... Want het is geen rekening. Uh, ik, het is wel een wel. rekening. Het, wordt, het is gewoon een rekening. Zolang je het maar niet waar geld staat. Opneemt. En ik denk dat men wel het gaat traineren of, of moeilijk maken. dat je die digitale eurorekening. omzet naar een normale bankrekening. Ja, ja, precies. ja precies. Maar je kan er veel alle betalingen mee doen. Je kan er ja. ook mee sparen. Maar? En we hebben. 400, 400 miljard aan spaargeld. Ja. Dus ik denk dat een groot deel van die mensen. als die rente krijgen. en het is ook gedekt. dat die mensen overstappen naar die digitale euro. Ik denk dat het in eerste instantie een klein gedeelte is. omdat het vertrouwen daarin moet groeien. Dat, het is niet des Nederlands. Nee, maar. Maar één ding op het moment dat Nederlanders rente krijgen met zijn vol, ja, iedereen en men weet dat het gedekt is door je eigen Rabobank, ABN ja. AMRO, gedekt door de Nederlandse bank, gedekt door de Europese Centrale Bank. Ja, en een mooie rente. Ja. Ik denk dat er heel snel mensen over zullen stappen. Het grote voordeel daarvan is dan wel dat er misschien minder aanbod is qua banken. Alleen de de, de gerenommeerde vertrouwde banken zullen dat dan uh, zullen afnemers daarin vinden. Maar al die kleine nieuwe bankjes die zullen daar moeite mee hebben, want dan hebben de mensen toch een beetje het gevoel van vertrouwen. Natuurlijk, maar die kleine bankjes zijn klein, omdat mensen, wat jij zegt, ook niet echt daar vertrouwen in hebben. Snap je? Ja. Men blijft toch gewoon hangen bij de ING en bij de SNS en bij ja. de Rabo, daar blijft men toch hangen. Dus eigenlijk en, om, om de Rabo en de ING toch weer te versterken dan. Nou ja, die grote banken worden alleen maar daarmee versterkt. Ja. En, 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 en de grote banken zijn van problemen af. Want zij willen geen spaargeld. Dus op het moment dat de centrale banken, de banken geven dat niet uit. Hè? Ja, er zitten daartussen. Je hebt een rekening bij de Rabo, wij spreken, maar het zijn de centrale banken die dat gaan uitgeven. Ik zal daar nooit aan beginnen. Al bieden ze een rente van 10% aan. Dan ga ik nog. Niet sparen. Waarom niet? Omdat ik daarmee mijn vrijheid kwijt ben. Feitelijk is het een vorm van vrijheidsberoving. Ik krijg rente, ik kan er niet meer aankomen, ik kan het niet opnemen en de Centrale Bank kan alles doen met mijn rekening wat ze willen. Het is een vorm van vrijheidsberoving. Het is een vorm van uh, het afnemen van soevereiniteit en uiteindelijk is het een vorm van. Uh, van, van, ja, van eigenlijk overdracht van mijn vermogen of mijn geld aan een centrale bank. Nou ja, precies. De, dat, hebt... dat is de diepste, het addertje onder het gas wat erachter zit. Ja, precies. De mogelijkheid dat je naar die bank toe stapt, zeg ik: wil al mijn geld nu hebben in een oude zo, kan en niet. Ik wil het meenemen in mijn binnenzak, klaar. En ja, dat kan dus niet. Kan niet. En dat zit, dat zit het de diepste achter. Laatste vraag. Per wanneer gaat dat in, denk je? Weet ik niet. Hè? Ik bedoel, ik jaren. Ik denk niet jaren. Ik denk dat, ja, ik vind het lastig in te schatten. Uh, ik schat dat we dat binnen, binnen twee jaar hebben, zo'n rekening. Misschien ja, eerder, sneller dan we denken. Precies. Goed. Afrippse, dank je